Het is wel zo dat deze opdracht die ik heb gekregen bij het aantreden, niet één is die natuurlijk conform is wat ik altijd vanaf die kant heb gezegd. En dat is zo en dat is pijnlijk. Maar toch zal ik moeten uitvoeren de opdrachten die ik gekregen heb bij aanvang van het aanvaarden van mijn post. Neem niet weg, en dat zei ik u zojuist ook al, dat ik kort na het aantreden geïnformeerd ben over weerbaarheid en de bredere context waarin wij ons bevinden en de overlap die dat geeft met deze posten om pandemische paraatheid. En daar zal ik mee moeten dealen en een oplossing voor moeten vinden, want NAVO-verplichtingen, daar zijn we aan gehouden. Dus op dit moment wordt er geïnventariseerd onder leiding van de NCTV wat er allemaal moet gebeuren. Dan hebben we een stukje basis, dat hebben we actief gezien tijdens de coronacrisis. Dan hebben we het over deze extra investering, waar een hele grote overlap, zo niet een volledige overlap, zit. En dan hebben we het over andere zaken die we nu in kaart aan het brengen zijn van wat nou als de situatie escaleert. Wat nou als we aan onze NAVO-verplichtingen moeten voldoen. Wat nou als het nog verder escaleert. Dat ben ik allemaal in kaart aan het brengen. En onder leiding van de NCTV zullen wij in het voorjaar, dus voor de volgende begroting, dus niet deze begroting, maar voor de volgende begroting met dekking en oplossingen komen.